Goedemorgen allemaal. Vandaag gaan we het hebben over waarom ongesteld, waarom een menstruatiecyclus, wat is het doel daarvan? En daar heb ik een paar dia's voor die ik met je door wil nemen. Vandaag dus geen live les van mij, maar dit kijk je dus als het goed is gewoon zelf thuis. Ja, probeer de vragen straks te maken en als je vragen hebt. Dan schrijf ze op of stuur ze in een chat naar mij. Oké, waarom ongesteld? Het is geen doel op zich, hè, het ongesteld worden, maar het is een gevolg. En waarvan is het gevolg? Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Je ziet hier een schematische weergave van een vrouw. En je ziet daar een aantal organen, een aantal klieren. Zie je, die zie je met een kleurtje aangegeven. Over een aantal van deze klieren gaan we het hebben. Oké, wat leer je vandaag? Wat hormonen zijn, een aantal van die zaken zijn al ter sprake gekomen, waar ze gemaakt worden, wat de functie van die hormonen zijn, op welke andere manier je een boodschap kan versturen en hoe hormonen vervoerd worden en wat een regelkring is. En dat gaan we allemaal doen met behulp van deze mevrouw. Goed, waarom ongesteld dus? Nou, het is geen doel op zich, het is een gevolg. Organen moeten ook met elkaar communiceren en in een organisme kunnen organen op twee manieren met elkaar communiceren. Ja, dat kan, zie je hier in het linker plaatje hieronder, dat kan via zenuwcellen. Je ziet hier een zenuwcel. En dit is een daadwerkelijke foto van zenuwcellen. En het kan met hormonen. En dit zijn scheikundige weergaven van twee hormonen. Goed. Dus, wat zie je? Zenuwcellen. Het gaat heel snel, ja, en via hormonen gaat het een stuk trager. Dus dat is wel een belangrijk verschil. Ja, er is één hormoon, wat een beetje een uitzondering is, ja, maar daar gaan we het even niet over hebben. Over het algemeen gaat het dus, gaat communicatie met hormonen gaat trager en via zenuwcellen gaat het heel snel. Nou, wat zijn hormonen dan? Nou, je kan het vergelijken met een appje. Het is een boodschap. Een boodschap van de ene plek van het lichaam naar het andere plek van je lichaam. Alleen moeten we die plekken in je lichaam wel even benoemen. Die stoffen, ja, die hormonen, dat zijn stoffen en die worden gemaakt door een klier. Die worden afgegeven aan het bloed, zoals je dat volgens mij van de vorige workshop weet. En die gaan naar een doelorgaan of een doelwit orgaan of een, misschien zelfs wel een cel. Ja. En dat zijn dit soort van stoffen. Het zijn vrij grote, complexe stoffen. Dus ze worden gemaakt in een klier. Een hormoonklier heet het dan. Ja, die worden afgegeven aan het bloed. Dus in je bloed zitten allerlei hormonen. En alleen maar sommige organen kunnen die boodschap daarvan begrijpen. Ja, die kunnen het lezen. En dat kan je echt goed vergelijken met een appje. Want jij stuurt een appje aan je vriend of je vriendin. En ja, die appjes die gaan allemaal via het internet. En ik kan die appjes niet lezen, ja, terwijl mijn appjes gaan ook via het internet. Dus je kan die doelorganen kan je toch wel zien als gebruikers van WhatsApp of zo, om te zien, hè, er gaan allerlei boodschappen, in dit geval door het bloed, alleen sommige organen, sommige cellen kunnen die boodschap lezen en begrijpen. Nou, welke klieren spelen een rol? Nou, dit zijn dus allemaal klieren. Dit zijn allemaal klieren die hormonen kunnen produceren. En er zitten een aantal klieren bij je hersenen, er zitten een aantal klieren hier in je hals, in je thymus, er zitten een aantal klieren hier bij je nieren, in je alvleesklier en je geslachtsorganen hebben ook klieren. Ja, en dat zijn de eierstokken bij de vrouw of dat zijn de testis, ja, de teelballen bij de man. Nou, het zijn dus hormoonklieren, die maken hormonen. Maar er zijn ook, hormoonklieren staat hier, maken hormonen voor het interne milieu. Dat betekent dat het dus een boodschap is voor binnen in dat lichaam. Maar er zijn ook klieren die stoffen maken, ja, die bedoeld zijn voor buiten het lichaam. Om juist iets te laten weten aan andere organismen. En misschien kan je er één of twee even bedenken. Wat voor soort van klieren zouden nou iets produceren wat naar buiten gaat? Buiten lichaam, buiten het lichaam. Denk daar maar eens even over na. Nou, wie weet heb je een idee en dat hoor ik graag.
Ja, dat kunnen we volgende les zouden we dat kunnen bespreken. Oké, we gaan kijken naar twee hormoonklieren. De hypofyse, die zit hier, ach, moet hier onderaan de hersenen, wordt ook wel de pijnappelklier genoemd, en de ovaria, de eierstokken. Hypofyse, die maakt een hormoon. Deze hormonen die worden afgegeven aan het bloed. Ja? En dat bloed dat circuleert natuurlijk in het lichaam van deze vrouw. De ovaria die ontvangen ook bloed. En in dat bloed zitten deze hormonen die zijn afgegeven. Die ontvangt die boodschap en die kan die boodschap lezen en begrijpen, zeg maar. Die gaan aan het werk, die gaan iets doen. En die produceren zelf een hormoon om te laten zien, ja, aan de hypofyse, ja, wat ze aan het doen zijn en hoe ver ze met die taak zijn gekomen. Dus op deze manier hebben we een regelkring. De hypofyse maakt een hormoon met een boodschap aan de ovaria. En de ovaria die maakt een boodschap, ja, die bedoeld is voor de hypofyse om te laten zien, ja, hoe ver ze zijn met die taak. En op deze manier hebben we dus een regelkring. Ja, zij controleren elkaar. Nou, welke klieren spelen een rol? Nou, dat zijn de hypofyse. De hypofyse maakt twee hormonen, LH en FSH. H staat voor hormoon. Nou, die L staat voor luteïniserend hormoon. En FSH is follikelstimulerend hormoon. FSH betekent dus een hormoon wat de aanmaak van follikels, wat eicellen zijn, ja, stimuleert. Dus dit hormoon zorgt dat er eicellen in de eierstok van de vrouw tot ontwikkeling komen. En deze eierstokken, die ovaria, die maken progesteron en oestrogenen. Je ziet ook wel eens oestrogeen staan, maar het is eigenlijk een groep van hormonen die heel erg op elkaar lijken. En met deze twee hormonen laten dus die eierstokken zien dat ze een follikel aan het maken zijn. Ja, dat die aan het rijpen is. Dus op deze manier heb je vier hormonen die een soort van cirkel maken, een rondje maken, ja, via het bloed van deze mevrouw. Nou, wat is dan zo'n regelkring? Nou, dit is precies zo'n regelkring. Twee organen beïnvloeden elkaar en de uitkomst is een hormoonconcentratie die naar boven en naar beneden gaat, naar boven en naar beneden gaat, en naar boven en naar beneden gaat. Nou, dus zo'n soort van golfbeweging, ja, dat zie je heel vaak als je spreekt over zo'n regelkring, waarin er dus twee organen elkaar beïnvloeden. Dan zie je zo'n golfbeweging. Nou, is dit natuurlijk een grafiek? En daar hoort een x-as en een y-as bij. De as heb ik al getekend. Wat zou er op de x-as en de y-as moeten staan volgens jou? Kan je dat bedenken? Nou, goed. Die hormonen die controleren dus het een en ander. Die zorgen, hè, hier in de baarmoeder voor de aanmaak van een slijmvlies. En daar gaan we het later nog over hebben. Ja, waarom dat slijmvlies nou iedere maand opnieuw vernieuwd moet worden. Ja, maar dat is in een van de volgende workshops. Dit was kort over hormonen. Ja, je gaat vandaag gewoon aan het werk. Kijk in je It's Learning, want daar staat natuurlijk welke opdracht je moet doen. Zorg dat je je aan de deadline houdt. Ja, ik wens je vandaag een hele fijne dag. En lever vrijdag, vandaag dus, lever de opdrachten in die je moet inleveren. Ja, want ook vandaag is op vrijdag is er weer een inlevermoment. Heel veel succes. Als je vragen hebt, stuur me een chatberichtje. Dan kan ik daar misschien vanmiddag nog even naar kijken. Ja, maar ik wens je alvast een heel fijn weekend. Succes!